De verkiezingen komen er weer aan. Deze keer wel het soort waar doorgaans maar weinig aandacht voor is. Namelijk de Europese verkiezingen. Op 6 juni mogen we hiervoor naar de stembus. Maar toch weten we maar weinig mensen wat het belang hiervan nu eigenlijk is. De inwoners van het dorpje Dreumel in Westmaas en Waal kregen donderdagavond bezoek van Europarlementariër Tom Berendsen. Hij zit namens het CDA in het Europees Parlement en zoekt de burger maar al te graag op. Als je goed beleid wil maken, wat we in Brussel proberen te doen, kun je dat niet doen van achter je bureau. Dan moet je dat doen door te snappen wat is de impact van het beleid op gewoon hele normale mensen en hele normale bedrijven. En betekent dat ik vandaag hier in de regio geweest ben, een aantal bedrijfsbezoeken, in gesprek met ondernemers, de impact van Europese wetgeving. Nou, die kennis neem ik weer mee terug. Ja, en vanavond is ook bedoeld om het gesprek te voeren over wat ik doe in Europa en de vragen die mensen hebben over Europa. En dat zorgt er ook voor dat ik weer uitgedaagd word om die vaak complexe dingen waar ik mee bezig ben ook gewoon op een normale manier, een goede manier uit te kunnen leggen. Want als je het niet goed kan uitleggen, dan snap je het zelf ook niet voldoende. Nee. Berendsen legt deze avond graag uit wat het belang is van de Europese verkiezingen, in de hoop dat mensen op 6 juni massaal naar de stembus zullen gaan. Omdat er nogal wat gebeurt in de wereld. En met die 27 landen samen in de Europese Unie proberen we samen sterk te staan. En volgens mij is het heel belangrijk dat mensen bij de verkiezingen aangeven, hoe moeten wij samenwerken? Wat moeten we samenwerken? En op welke onderwerpen moeten we samenwerken? En ja, iedereen heeft de kans om op 6 juni de gelegenheid om in ieder geval aan te geven welke richting moet het op. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Het bezoek werd op touw gezet door Vrouwen van Nu en het CDA Westmaas en Waal. Zij vinden het belangrijk om hun dorpsgenoten meer informatie te geven rondom deze verkiezingen. Want iedere stem telt, ook in het kleine Dreumel. En ik hoop dat ze ook allemaal gaan. Want de ervaring is dat iedereen wel landelijk stemt en provinciaal en zeker bij de gemeente. Maar ja, in Europa lang niet altijd. En het is CDA geworden omdat het iemand in mijn kenniskring zit. En dan zijn de lijntjes wat korter, want anders krijg je niet zomaar een Europarlementariër in Dreumel. Want het is natuurlijk maar een klein dorp. Ook Berendsen merkt dat er vaak negatief gesproken wordt over wetgeving van Europees niveau. Toch laat de CDA weten dat het wel degelijk belangrijk is om een sterk Europa te hebben. We moeten samen sterk staan in de wereld. Als je ziet wat Rusland aan het doen is in Oekraïne. De macht die China steeds meer heeft in de wereld. Het feit dat de Verenigde Staten, dat we daar ook niet helemaal meer op kunnen rekenen als het gaat om onze veiligheid. We zullen veel meer zelf moeten doen. Dat moeten we samen doen, want dan staan we sterk. Maar wat je samen doet, ja, dat moet ook wel werken in een dichtbevolkt land als Nederland. Dus dat betekent dat we ook heel kritisch moeten zijn op hoe werk je samen.